In goede handen gaat over de vraag vader worden of niet vader worden, of geen vader worden. We volgen Erik, een dertiger. Hij is illustrator van beroep. En hij woont samen met zijn vriendin. En het moment is daar, zijn vriendin wil de volgende stap zetten. Zij wil een kindje. En hij wil het ook. Dat is eigenlijk het punt niet. Maar hij twijfelt of hij het kan. Of hij een vader kan zijn. Kunnen, in welke zin? Op welke manier kan je geen vader zijn? Nou, hij denkt, is het kind bij mij in goede handen? Dat denkt hij vooral. Ben ik? Hij denkt niet zozeer, is het... Ik heb geen probleem met het kind, maar misschien heeft het kind een probleem met mij. Dus dat is het, zo denkt hij erover. En hij koppelt die vraag, is al een kind bij mij in goede handen zijn, aan de vraag, was ik zelf als kind in goede handen? Dus dat koppelt heel erg aan elkaar. En in eigenlijk de periode waarin dit voor hem speelt, zit hij op een dag in de trein. En van Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. En dan stopt de trein op station Amstel. En het is winter, het is spitsuur, het is donker, het is heel druk. En dan kijkt hij uit het treinraam naar het perron. En dan in de menigte ziet hij een man lopen die als twee druppels water op hemzelf lijkt. Maar dan een andere versie, een tussen aanhalingstekens succesvolle versie. Dus de man heeft een stropdas en een pak aan en een leren aktentas. En hij denkt, zie ik het nou goed? Wie is dat? Wie is die man? En dan eigenlijk heel, heel spontaan stapt hij heel snel die trein uit, omdat hij wil weten wie die man is. Is het een dubbelganger? Is het een tweelingbroer? Haal ik het maar in mijn hoofd? Dus, en eigenlijk die twee dingen, zo van vader worden of niet, en wie is deze man? Die twee dingen komen eigenlijk samen in zijn kindertijd. En daar gaat het boek vervolgens dan naartoe. Weet je wat zo grappig is? Want die scène die je beschrijft, hè, waarin hij op Amstel zijn evenbeeld ziet, of iemand die heel sterk op hem lijkt. Ik had geen persbericht gezien, niks. Ik had geen inleiding gelezen. Ik begon je boek te lezen. En ik las die scène en toen dacht ik, hey, Robert Weilhagen gaat... De Vlaamse surrealisten uit de jaren 70 achterna. Want, oh ja, ja. Weet je, ik weet niet of het je iets zegt, maar je had Hugo Raas. En die liet dan een personage in een auto een veer over de Westerschelde naderen. En dan reed hij dat schip in en dan kwam hij in een andere werkelijkheid. Dat was eigenlijk mijn eerste associatie. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Er is ook een referentie in het boek zit ook een afbeelding van Magritte verwerkt. Maar toch is het maar het begin. Het moet ook weer niet te geconstrueerd worden. En het is een aanzet tot een heel ander verhaal wat veel persoonlijker is. Wat gewoon in het leven van die man zelf een rol speelt. Dus we stappen maar het staat ook voor keuzes, denk ik, toch? Sorry? Het staat ook voor keuzes, denk ik, toch? Je kunt een kantoorbaan en je kunt illustrator zijn. Je kunt wel niet een kind. Ja, precies. Waarom ben ik geworden wie ik ben nu? En wie is die andere man? Door welke keuzes is die man zo geworden? En door welke keuzes ben ik geworden wie ik nu ben? Ja, daar heeft het mee te maken. En is een kind bij die andere man in goede handen? Of bij mij, bij laten we zeggen een kunstenaar, een zelfstandige, een zzp'er? Of bij zo'n, om het maar zwart-wit te zeggen, een burgerman? Daar gaat het om. Ja. Maar waarom werd het dit boek? Want je hebt... Hoeveelste roman is dit? Dit is nu mijn zesde. Ja. Ja. En dan hebben die even een voorzet proberen. Mm-hmm. Hebben die romans, hadden die eerste vijf met elkaar misschien gemeen dat die personages geneigd zijn om weg te duiken uit de werkelijkheid of de werkelijkheid in te ruilen voor... Nou, in ieder geval mijn vorige boek, Het Verdwijnen van Robert, ging daar heel sterk over. Ging over afbouwen, afwezigheid, over minder willen. En een werkelijkheid die ondertussen... gewoon voortdendert, hè, elders. Ja, ik zag Het Verdwijnen bijvoorbeeld zelf als een alternatieve geschiedenis van mijn eigen leven. Stel, ik had na mijn debuut niet nog die andere boeken geschreven, maar ik had het anders aangepakt zoals ik in dat boek dus beschrijf. Waarin de hoofdpersoon vertrekt. Ja, hij gooit al zijn spullen weg. Ja, hij laat al het hele leven achter zich. Hij verdwijnt spoorloos. Hij wil vergeten worden door zijn familie en vrienden. En we volgen hem vervolgens hoe dat eruit ziet, zo'n plan, in de praktijk. Nee, ik zie het boek zelf als het tegenovergestelde van Het Verdwijnen van Robert. Het is een boek over opbouwen, over het verlangen naar aanwezigheid.
En ik ben dit boek eigenlijk gaan schrijven omdat... Ik schrijf meestal een boek over wat me dat jaar bezighoudt. Dat jaar? Want je schrijf je een boek per jaar, letterlijk? Daar komt het zo'n beetje op neer. Ja, ieder jaar anderhalf. Ik bedoel, volgend jaar, in 2016, is het 10 jaar geleden dat ik debuteerde. Okay. Dus 6 boeken in 10 jaar, dat is ongeveer anderhalf. En goed, je schrijft een boek altijd sneller dan dat het wordt uitgegeven. Dus, dus grofweg, ja, een boek per jaar. Er zit een ritme in, ja. Ja, dat is een beetje... Inderdaad, mijn ritme. En je schrijft, zeg je, om even de draad op te pakken, zo'n boek over wat je in zo'n jaar bezighoudt. Ja, ja. En schrijf je dan, even nog voor de nieuwsgierigheid, schrijf je dan daarover terwijl je er middenin zit of terwijl je het achter je hebt? Nou, in dit geval zat ik er middenin. Bij het verdwijnen van Robert was het iets wat achter me lag. Maar hier... Namelijk dat verlangen. Dat verlangen om naar te willen... Paralleller. Ja. Geschiedenis. Ja, omdat we de verlangen... Het verdwijnen. Het verdwijnen, dat ging nog over de 25-jarige Robert Weelagen. Ik ben inmiddels 33. Dus iets lang andere... Ja, we zijn 8 jaar verder. Maar in dit geval zat ik er middenin. Dus ik vroeg mezelf af, wil ik vader worden? Wat betekent dat? Mijn vriendin wilde simpelweg... Die zei, ik wil graag een kindje. Dat leek er gewoon heel erg leuk. En bij mezelf merkte ik dat ik een soort terugdeinsde. Dat ik aan de ene kant vond ik het ook. Wilde ik het? Aan de andere kant... Iets hield me tegen en ik wilde eigenlijk onderzoeken wat mij nou tegenhield. Wat is dat nou? Wat is dat bij mezelf? Ik kon het niet benoemen. En is daar iets over te zeggen? Inmiddels wel. Ja, zonder al te biografisch, zonder echt in mijn biografie te willen duiken. Bindingsangst vond ik, daar was ik heel erg mee bezig. Wat is dat nou eigenlijk? Waar bestaat het uit? Ik bedoel, ik denk dat heel veel stellen daar vroeg of laat tegenaan lopen. Dat de vrouw wil een kindje en de man wil het niet. Of wil het nog niet. Of die loopt te draaien. Of die stelt het uit. Maar, dat verandert in ieder geval niet per generatie. Nee, dat is het soort universeel thema wat gewoon heel erg veel terugkomt. Dus ik wilde eigenlijk een persoonlijk verhaal vertellen over een universeel thema. Want ik denk dat meer mensen hier tegenaan lopen. En... Ja, waarom? Waar bestaat het nou uit, die angst om die stap te zetten? En in dit geval ging ik gewoon terugkijken. En want ik terugkijk naar mijn eigen jeugd en ook gewoon... Ik denk dat je dan daar verklaring kan vinden, zonder dat het nou een pasklaar antwoord zal zijn. Maar... Het antwoord ligt in je eigen jeugd, zegt je. Ik denk het wel, ja. In de manier waarop je naar de relatie van je eigen ouders of mensen in je omgeving gekeken hebt. Ja, het is heel erg een boek over kinderen en ouders. En ik ben naar mijn eigen jeugd gaan kijken, maar ook maar ook in het algemeen gewoon. Ik denk dat heel veel dingen door de generaties worden doorgegeven. Zonder dat ouders daarvan zich bewust zijn. Bijvoorbeeld, stel dat je ouders heel perfectionistisch zijn. Dan kunnen zij dat misschien... van hun ouders hebben doorgekregen. En zonder dat ze het weten, met de beste bedoelingen geven ze dat weer door aan hun kinderen. En zo gaat dat maar door. Of ouders zijn heel erg in beslag genomen door zichzelf. Ik bedoel, het zou heel de wereld overzichtelijker maken als ouders zich zouden gedragen als ouders en kinderen als kinderen. Maar helaas loopt het allemaal door elkaar. Ja, en wat bedoel je daar precies mee? Nou, in het boek bijvoorbeeld wordt die jongen in zijn jeugd een tijd lang aan zijn lot overgelaten. Omdat die vader, die moeder en die oudere broer heel erg met zichzelf bezig zijn. Door een huwelijkscrisis. Dat zet het eigenlijk in gang. En die jonge jongen, hij is 12. Het overkomt hem voor de eerste keer. En hij weet ook helemaal niet dat je boos mag worden op je ouders op zo'n moment. Of dat je ouders ter verantwoording mag roepen. Van, hé, wat gebeurt hier? Wat is dit? Want de 12 jaar daarvoor waren... Hij zelf ziet het als een soort paradijselijke vroege jeugd. En dan... Daarna wordt alles anders vrij abrupt. En is dit een voorbeeld van... Oh, wat interessant wat je zegt. Want is dit een voorbeeld van... die veranderende relatie tussen ouders en kinderen die zich wreekt? Namelijk opgroeien. Daar hebben we heel lang van gedacht dat... per definitie gepaard moet gaan met de meest vreselijke conflicten. Mm-hmm. Terwijl tussen ouders en kinderen tegenwoordig volgens mij... een enorme gezelligheid en prettigheid en vriendelijkheid aan de hand is. Is dat eigenlijk wat je beschrijft? En dat het vervolgens bijna onmogelijk is om dat te doorbreken...
En woedend te worden op die wellevende, vriendelijke, ontwikkelde, democratisch denkende, gemakkelijke, ruimhartige aardig. Ja, het gaat, in mijn ogen beschrijft dit wel het boek een hele gewone Nederlandse familie. Ja. En daar is dat volgens mij aan de hand, toch? Ja, het is echt zo'n middenklasse gezin. Ze wonen fijn, hè? Vader, moeder, twee broers. Twee kinderen zitten op een openbare basisschool. Ze zitten op hockey. Ze spelen buiten met kinderen op straat. En ze willen allemaal het beste voor elkaar. Uiteraard. En dan toch, met de beste bedoeling of onbewust, zijn een soort bijwerkingen van gedrag. Ik bedoel, soms kan het gewoon heel anders lopen dan ouders van tevoren gedacht hadden. Maar goed, weet je, als kind, het is ook geen boek dat met de vinger, beschuldigende vinger naar de ouders wijst. Maar het is wel een boek dat psychologiseert, toch? Ja. Terwijl ik zelf dacht, psychologiseer is één. Hè, als je probeert om wat jij bindingsangst noemt te verklaren. Maar je kan ook denken, bindingsangst is de angst voor het einde van mijn jeugd of zo. Als je het ziet als een atavisme, het opgeven van het jager zijn. De woesteling met de knots. De knots. De man met de knot. Ja, of dat je denkt over de staat van de wereld, die wil ik geen kind in grootbrengen. Bijvoorbeeld. Dat je denkt aan oorlog en vluchtelingen. En... Precies. En over die boeg heb je het dus niet gegooid. Nee, want ik denk ook dat of je een kind wil krijgen, een gezin wil stichten. De afweging. De afweging, dan denk je denk ik veel meer aan, dat is veel persoonlijker. Ik denk, dan denk je niet aan het wereldtoneel, dat is... Ik denk dat je veel meer denkt, wij samen willen iets opbouwen. Of verschilt dat wellicht per generatie? Vind ik eigenlijk wel een interessante vraag. Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Ik hoor van de generatie van mijn ouders, ze zijn nu een jaar of 60. Daarvan hoor ik, die generatie van nu denkt ze veel na over de kinderen. Wij kregen gewoon kinderen, ja, plus veel jonger ook. Plus dat die mensen, de generatie van jouw ouders, geboren werd in de slagschaduw van een enorme oorlog. Ja. Om maar eens iets te noemen. Mm-hmm. Om maar iets te noemen. Ja. En toch vraag ik me af dat veel mensen daar nou echt door gedreven worden bij het krijgen van een kindje. Denk je dat echt? Dat van, wij komen uit een oorlog, dus wij moeten... Nou ja, dat is eigenlijk wat ik me zit af te vragen terwijl ik naar je luister. Want ik ben qua leeftijd dichter bij je ouders dan bij jou. Mm-hmm. Ik kan me eigenlijk wel iets bij voorstellen bij zo'n... Ik heb er mijn ouders nooit over gehoord. Nee. Dat de drijfveer was. Als ik aan mijn ouders vroeg, waarom heb je kinderen gekregen, leek ons gewoon heel erg leuk en gezellig. En het gebeurde gewoon, het overkwam ons ook een beetje. Terwijl, van mijn generatie weet ik dat als je geen kinderen krijgt, is geen haan die er naar kraait. Ik bedoel, het is echt een keuze die je maakt. Geen haan die er naar kraait? Het is geen taboe? Of zo. Nee? Nee, ik merk er niks van in ieder geval. Merk jij daar iets van? Ja, ik ken heel weinig mensen in jouw leeftijdssegment. Dus ik ben niet maatgevend. Ik vind het eigenlijk heel interessant om door jouw ogen naar jouw generatie te kijken. En me af te vragen, wat leeft daar dan op dit punt? Nou, als je begin dertiger bent, dan kun je... Ik hoor zowel dat mensen het absoluut niet hoeven om een voldaan of een gelukkig leven te leiden. Maar dan heb je nog... Dat is makkelijk, want dan heb je nog 10 jaar. Als je het dus op dat punt is het nog simpel. Ja, oké, maar ik denk dat de vrouw eerder dan op de 40ste een kind wil krijgen, als ik gemiddeld... Ja, ze worden alleen maar steeds ouder, zwanger allemaal, dus... Ja, nou ja, dat denk ik ook, dat iets is van mijn generatie. Dat je dus halverwege de 30 kun je nog... krijg gewoon een kindje. Geen probleem. Ja. Wat ik probeer te doen door jouw vraag te stellen, is door jouw ogen naar jouw generatie te kijken en te kijken, ligt het daar anders dan bijvoorbeeld bij de generatie van jouw ouders? Jij zegt, die stelde zich geen enkele vraag, jij stelt je wel een vraag. Is dat dan het resultaat van een overdaad aan keuzemogelijkheden? Dat is ook waar jouw lichting over klaagt, volgens mij, als het gaat om kansen in de samenleving, studiemogelijkheden, leven in Nederland, leven elders. Dus een enorme
keuzes. Overdaad. Ja, dat mogelijkheden. Is niet zozeer waar ik me op richt in dit boek. Nee. Ik houd eigenlijk veel meer binnen de familie. Ik denk dat hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar het krijgen van kinderen kijkt, of naar settelen of het krijgen of het stichten van een familie, hoe je dat allemaal ziet, ik denk dat dat heel erg bepaald is door het gezin waar je zelf in bent opgegroeid. Oké, dat is uiteindelijk de uitkomst van het onderzoek dat je gedaan hebt in dat jaar. Ja, ik denk dat dat gewoon de kern is van alles. De vader, de moeder, het huis, je broer. Gewoon die hele kleine cirkel. Ik denk dat is gewoon de basis van een kinderleven. En dat is het model dat je wel of niet wenst? Ja. Ja, dat is ook wat de jongen in het boek heel erg zich afvraagt. Wil ik ook weer in een gezin zijn? Het is eigenlijk een soort overgangsfase. Het boek beschrijft het van hoe een eenling de stap zet naar gezinsman. En hoe dat proces gaat. Precies. En dus daarmee ook zijn individualiteit verliest. Ja, verlies lijkt me een groot woord. Maar je stapt wel een nieuwe fase van je leven in. En ik vraag me ook af soms, als we het hebben over mijn generatie, hoe groot het empathisch vermogen van mijn leeftijdsgenoten is. Om niet alleen maar de hele me, myself, he en I, om daaruit te stappen. Om niet alleen maar met het ik bezig te zijn, maar ook ruimte te hebben voor een kind, voor een ander. Dat vraag ik me wel eens af, ja. En je maakt me ontzettend nieuwsgierig naar het antwoord. Nou, dat antwoord, daarvoor schrijf ik dus een boek, om dit soort vragen in te bedden in zo'n verhaal. Om te kijken, ja, wat voor plek neemt dat nou in? Heeft jouw lichting generatie een ander empathisch vermogen dan de mijne? Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen, want zo goed ken ik jouw generatie weer niet, van binnenuit, zullen we zeggen. Nou ja, laten we eens even aannemen dat ik lijk op die van je ouders. Ik heb het idee van wel. Ik heb het idee dat het empathisch vermogen afneemt, ja. Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Gewoon een soort warme overtuiging dat er meer is dan het leven dan jezelf. Ja, dat is empathie, toch? Dat denk ik wel. Ik denk misschien, ik hoop dat het een golfbeweging is, dat de generatie na mij weer een soort reactie vormt op de mijne of op mensen die net jonger zijn dan ik of zo. Ja, maar goed. Interessante vraag, hoe komt dat dan? Met de Walkman misschien? Is het allemaal begonnen met de Walkman? Nee, maar even serieus? Ben je... Nee, het is, weet je, ja, daar richt het boek nou zich ook weer niet op. Nee, het is geen boek over mijn generatie, dat is nee, het niet. Nou, maar heb je er gedachten over? Want het hangt wel allemaal aan elkaar. Het hangt wel aan elkaar. Want als je... Dat is een embedded vraag, zeg jij, die in dit boek zit. Beschikt die generatie over het empathisch vermogen om zich überhaupt voor te planten en te bekommeren om een kind, toch? Dat is, als ik je goed snap. Ja. Nou, voortplanten, dat is zo moeilijk niet. Dat kan simpelweg iedereen. Maar om een soort warm nest te bieden aan een kind, wat denk ik het beste is voor een kindje. Waar dat daar komt? Dat de ene generatie het in jouw beleving wel heeft of meer heeft dan de andere. Ja. Ja, misschien... Het is allemaal misschien een parooi zijn geworden van Apple. En van ja, de... misschien kom je ermee weg. Samsung. Misschien kom je ermee weg tegenwoordig. Misschien is het dat. En waarom kom je ermee weg? Omdat er volgens mij een hele industrie rondom het ik is ontstaan. Dat kan. En de industrie was bij jouw generatie denk ik niet zo heel erg groot. En wat is, want ik begon over Apple en Samsung. Denk ik dan aan. Dat is het, wat je bedoelt. Nou, ik zeg niet dat het is, maar daar denk ik... Ja, voorbeelden. Voorbeelden denk ik aan, ja. Want de industrie rond het ik, hè, dus laten we zeggen dat ik ben een merk of ik ben een beroep. Ik doe is uniek, wat ik doe is helemaal nieuw. De wereld is begonnen bij toen ik geboren ben. Die gedachte, ik zet elke gebeurtenis van mijn eigen kleine leventje op internet, want dat moet gezien worden door mensen die ik helemaal niet ken. Het is er ook de klacht dat er steeds meer geschreven wordt, maar steeds minder gelezen. Dat is, denk ik, dat hangt hier ook mee samen. Mensen willen allemaal schrijven, ze willen allemaal hun verhaal doen, maar het verhaal van anderen lezen, nee, daar heb ik geen tijd voor. Dus... Ja, dus een beetje... Is het internet dus? Onder andere. Ja.
Maar goed, je kunt ook afvragen, het internet is misschien het gevolg geweest van dit proces. En helemaal niet de bron. Je weet, ja, waar is het mee begonnen? Want ik heb het eigenlijk ja, geen... Dat is fascinerend, ja. Wil ik wel graag weten. Ja, ik zou het ook wel graag... Als wij daar nu samen zouden uitkomen, zou dat heel fijn zijn. Maar het hangt in ieder geval samen, ja. Dus enige aarzeling in... en dat hele ik, dat en ook relativering. Ja. Maar je praat erover alsof het je tegenstaat ook, hè, op een bepaalde manier. Ja, het staat me ook, ja. Ja, en daarin voel ik me een beetje ouderwets, eerlijk gezegd. Dan zit ik in de trein en dan kijk ik om me heen. En dan zit men allemaal op een telefoontje te kijken. Ja, goed, mijn vriendin doet het ook als ik met haar in de trein zit. Dus dan relativeer ik het weer. En jij doet het niet? Ik doe het niet, nee. En het is niet, want waar het me aan doet denken is dat je... laat ik het positiever formuleren. Is dat een soort van zelfgekozen isolement in een wereld waarin alles en iedereen op de meest intensief denkbare manier aan elkaar geknoopt is? Ja, isolement. Ik voel mijzelf niet geïsoleerd, omdat ik met de mensen waarmee ik contact wil hebben, gewoon het contact heb wat ik wil hebben. Gewoon één op één vaak. En ook wel via internet. Ik bedoel, hallo, ik ben niet wereldvreemd. Maar inderdaad, die hele intensieve manier om daar helemaal in op te gaan. En om in je slaapzak voor de Apple Store te gaan liggen als er weer een nieuwe versie van een telefoon uitkomt. Ja, daar moet ik altijd een beetje om lachen. Maar waar komt je tegenzin uit voort? Ja, ik denk niet dat het echte leven is. Ik denk dat als je aan het eind van je leven terugkijkt en je ligt op je sterfbed. Misschien is het een cliché, maar toch, het werkt wel. Je kijkt terug op je leven en je denkt, ik heb heel veel selfies gemaakt. Ja. Kom op zeg. Of ik heb heel veel overgewerkt. Ja, ik heb heel veel overgewerkt, die avonduren. Ik heb heel vaak mijn profielfoto op Facebook gewijzigd. Ja. Ja, dat is toch niet... Daarvoor leef je toch gewoon niet? Ik denk dat... Ja, het is een retorische vraag lijkt me. Toch worden we enorm afgeleid door dat soort zaken. Ik zie het echt als een afleiding van wat om draait. Ja, dat heb ik ook een hele poos gedacht. Maar inmiddels denk ik, de wereld verandert. Ja, waarin? Mensen veranderen vroeger lazen ze lang en tegenwoordig lezen ze kort. Vroeger schreef de elite, vandaag schrijft iedereen. Los van de vraag of het goed is of niet. Ik heb heel lang gedacht, Facebook is stom en tegenwoordig denk ik ben zelf stom. Want, waarom ben je stom? Nou, ik ben stom omdat Facebook alleen stom is als ik stom filter. Als je stom filtert, als je wat stom... Dan heb ik de verkeerde vrienden, zou ik maar zeggen. Zeiden mijn ouders al. Oh, je hebt de verkeerde vrienden. Ga je met vrienden. Ja, dat is, ze hadden gelijk. Dat maakt Facebook stom. En dat maakt de hele sociale digitale interactie in mijn beleving stom. Dat ik pak het stom aan. Heeft je onderzoek nog meer opgeleverd? Je hebt een jaar, anderhalf jaar, ben je met het onderwerp bezig geweest? Nou, wat het onderzoek mij onder andere opleverde is... het arcadische denken, noem ik dat maar, is dat als je terugkijkt naar je eigen jeugd, dat je heel erg een periode kan idealiseren. Dat je denkt, oh, toen was het beter. En dan isoleer je zo'n fase en je conserveert het ook. En daar gaat het boek ook over, dat die jongen heeft dat een beetje. Hij denkt, de eerste 12 jaar van mijn leven, die waren heel erg goed en daarna werd opeens alles anders. En dan, doordat er in dat gezin iets ingewikkelds gebeurt. En, precies. Ja. En hij... maar zijn broer... In het boek spreekt hij daarover met zijn oudere broer. En die heeft een hele andere kijk op de zaak. Hij is heel nuchter, hè? Nogal. Hij is heel nuchter, hij is een wetenschapper, hij is redelijk rationeel. En hij is 5 jaar ouder. En ze spreken daar dan over. En dat levert een heel interessant gesprek, omdat die visies botsen heel erg. Hij denkt... hij denkt, nou, hoe jij kijkt naar jouw eigen jeugd, dat vormt weer je identiteit nu, hoe je naar dingen kijkt en wie je bent. En hij zet zo, zijn broertje is heel overtuigd van, dat is toen gebeurd en daarom ben ik nu zo. En dat heel, heel duidelijk oorzaak en gevolg. En die broer die breekt het een beetje open. Denkt, ja, dat kan wel zijn, maar misschien zijn er meerdere dingen gebeurd of zijn er via andere wegen dingen ergens terechtgekomen. Dus die zet het allemaal een beetje op zijn kop. Het arcadische denken noem je dat. Dus laten we zeggen het idealiseren van je jeugd. Ja. En dat is...
En keert zich dat dan later in je leven tegen? Of wat doet dat met je? Of heeft het een functie? Ja, het zal al licht. Ja, ik denk dat als iets heel lang in je leeft, angst, op deze manier denkt, dan heeft het waarschijnlijk een functie. Het doet iets voor je. Iemand stelde mij wel eens de vraag, wat levert het je op? Dat kun je eigenlijk aan iedereen stellen. Als je heel lang bang bent, en je blijft ook bang, 10 jaar lang, blijkbaar levert het jou iets op om bang te zijn. Ik denk dat het deze jongen ook iets oplevert. Maar de hunkering naar het geïdealiseerde kinderleven. Ja. En dat levert op? Levert in dit geval op? Het levert hem heel erg op dat hij kan denken dat dat een hele bijzondere tijd is. Die hij alleen heeft meegemaakt. En hij kan heel erg denken, dat heb ik in ieder geval, die fase die heb ik in ieder geval gehad. Dat neemt niemand me meer af. Ja, en dat kan ook niet, tenslotte. Maar het gevaar is dat je eigenlijk met je rug naar het heden of de toekomst gaat leven. En dat je een soort vertraging oploopt in je leven. Waar andere mensen al stappen zetten, blijft hij een beetje hangen daarin. En dat is wel een gevaar, ja. Dus dan ben je dadelijk 40 en dan zijn je leeftijdsgenoten al veel verder dan jij. Dus dat is wel een gevaar.